Hammers 12 zijn vertrokken voor de finale. En we gaan ook hier kijken naar Oegema. Die is toch het meest technisch hoor. Oh, going smooth daar on the first race. En we gaan natuurlijk ook kijken erachter wat er allemaal gaat gebeuren. We gaan kijken naar de losprints met Roy Brinkman. Ook hij zit er goed bij. VTM Racing is dat volgens mij daar op positie nummer 2. En we gaan ook kijken erachter naar die andere mama Denemswagen. Wie zit er nog meer bij? Danny Dunning. Dunning daar op een derde plek. En daar zit hij er heel goed bij hoor. Davio Haaksbergen, Wessel Groothuis op de vierde positie. Maar we gaan kijken vooraan. Twee mannen die de sterkste zijn. Ja hoor, aanval binnendoor. Ja hoor, hij liet hem een beetje lopen. En dan als je dan één vingertje geeft, dan pakt hij gelijk je hele fiets erbij mee. En zo zien we hier een overwinning gaan komen voor Roy Brinkman, denk ik. Oh, buitenop binnendoor. Oh, wat een finale hier, dames en heren. Twee bochten achter elkaar wisselen we hier van koploper. En gaat het dan toch Denemswart worden? Hij loopt nu toch wel heel makkelijk weg hoor. En liet hij hem misschien nog een beetje in de gaat hij toch winnen met die jongens van 12 jaar hoor. En dan verwijst hij Roy Brinkman naar 2 en Danny Dunning naar een derde positie.